Welkom aan Spellers Onder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op het jachtseizoen uitgegeven door Just Games. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 30 tot 60 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel worden de spelers verdeeld in twee teams. Aan de ene kant komt één speler in de rol van de voortvluchtige. Deze speler probeert wanhopig uit handen te blijven van de hunters, de spelers in het andere team. De voortvluchtige gaat daarbij door heel Nederland crossen en probeert de hunters zo lang mogelijk van zijn staart af te halen. Want lukt het hem om 25 rondes buiten de handen van de hunters te blijven, dan wint hij of zij het spel. Aan de andere kant gaan de hunters hun uiterste best doen om de voortvluchtige te vangen. Want lukt het hen om binnen 25 beurten deze persoon te grijpen, dan winnen zij het spel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door René Groen en wij krijgen. De spelregels in het Nederlands die zijn duidelijk opgezet met een stukje voor de voortvluchtige, wat hij allemaal kan en waar zijn of haar beperkingen liggen. En een stukje voor het jachtteam, de hunters, met wat zij kunnen en waar hun beperkingen liggen. En natuurlijk nog de verschillende vakjes die je gaat zien op het speelbord. We krijgen twee speelborden. We krijgen één whiteboard als het ware. Eventjes zo houden. Voor de voortvluchtige, waarop die kan bijhouden waar die geweest is en welke speciale acties die heeft ingezet. En we krijgen het hoofdbord, wat er hetzelfde uitziet. Maar dit keer is het voor de jagers en daar gaan zij hun acties op uitvoeren. Verder krijgen wij de speelstukken voor de jagers, het jachtteam, de whiteboard marker voor de voortvluchtigen en de kaarten die de jagers kunnen gebruiken met speciale eigenschappen die ze in kunnen zetten. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld. Niet helemaal ideaal opgezet, maar dat komt omdat ik het jullie ga laten zien. Maar het mooiste is als je de voortvluchtige met zijn eigen spelersbordje, zijn stift, ergens buiten het zicht van de overige spelers zit. Want die gaat gewoon tegelijkertijd met de jagers zijn of haar beurt doen. En zodra beide teams klaar zijn, geven ze aan elkaar door wat voor effecten er afgehandeld moeten worden. Dus je kunt gerust op een andere hoek van de tafel gaan zitten of zelfs op een andere tafel gaan zitten als je maar naar elkaar kan roepen. Beide borden zijn identiek zoals jullie zien met de ronde markers en de kaart van Nederland met diverse mogelijkheden om daaroverheen te reizen. Het jachtteam, die spelers werken samen afhankelijk van de hoeveelheid spelers krijgt elke speler een aantal kaarten. Als je 1 tegen 1 speelt heb je 7 kaarten, maar is het jachtteam twee personen krijgen ze elk 4 kaarten, et cetera. Verder hebben we hier de speelstukken. Die zijn echt puur voor het jachtteam om bij te houden waar ze zelf zijn, waar ze hun jagers hebben neergezet en waar de voortvluchtige zich bevindt. En het doel is dus voor de voortvluchtige om 25 beurten uit handen van het jachtteam te blijven. De jagers gaan proberen om die voortvluchtige zo snel mogelijk in te rekenen. Beide spelers spreken af waar zij gaan beginnen. Er zijn 6 stadlocaties, dat zijn deze paarse locaties. En daarvan wordt er eentje gekozen. Meestal laat ik dat aan de voortvluchtige. En ik kies er bijvoorbeeld voor om te starten vanuit de Fort de Hel, de gevangenis hier in Zeeland. Dus daar zet je zowel de bus van de jagers als de voortvluchtige neer. De eerste twee beurten die zijn even anders, want jullie zien al dat die donker zijn gekleurd bij ons, terwijl die hier gewoon normaal zijn. Dat zijn twee beurten die alleen weggelegd zijn voor de voortvluchtige. Dus die mag 2 beurten lang bewegen voordat de jagers pas hun eerste beurt krijgen en dan gaan we tegelijkertijd spelen. Maar zo zet hem op. Tijd om te gaan spelen. De spelers zijn tegelijkertijd aan de beurt. En als je aan de beurt aan het spelen bent, hebben beide spelers 5 acties. Dus de voortvluchtige mag 5 acties uitvoeren. En het jachtteam heeft in zijn totaliteit, of je nou met 1 of met 3 spelers bent, 5 acties die je kunt uitvoeren. En die acties die bepalen natuurlijk wat er gaat gebeuren. En dat zijn over het algemeen acties waarmee je over het bord gaat bewegen. Laten we eerst eens gaan kijken naar de voortvluchtige. De voortvluchtige kan deze acties uitvoeren. Die kan gewoon verplaatsen. Als je vanaf 1 vakje naar een volgend vakje loopt, is dat 1 van jouw acties.
Verder heb je het liften. Als je bij zo'n zwart stipje staat in het snelwegnetwerk, dan kun je van het ene stipje naar het andere stipje gaan voor één actie. Daar zit een limitatie aan, dat mag je maar één keer per beurt doen. Verder heeft de voortvluchtig nog de mogelijkheid om middels het openbaar vervoer te gaan. Als je op zo'n geel vakje terechtkomt, mag je naar een willekeurig ander geel vakje gaan op de hele kaart. Dus je pakt gewoon de trein naar een andere locatie. De voortvluchtig mag twee keer gebruik maken van de trein. En tot slot heeft hij nog één andere speciale verplaatsing. Dat is ofwel het vliegveld. Dan pakt hij het vliegtuig naar één willekeurig andere locatie waar ook een vliegveld is aangelegd. Of hij kan de boot pakken. Zodra hij zich bevindt aan de kust, maakt niet uit waar, dan mag hij vanaf dat kustvakje over een water naar een ander kustvakje. Je kan dus niet zeggen, ik pak hier de boot en ik ga via het water onder Nederland door en ik kom daar tevoorschijn. Dus dat kan niet. Maar je kunt dan hier in één keer oversteken of vanaf dit vakje in één keer naar dit vakje toe bewegen. Dus dat zijn de vijf acties die hij kan verdelen. En het spel begint met twee beurten enkel en alleen voor de vervluchtigen. Dus hij heeft effectief 10 acties voordat we pas echt met z'n allen tegelijk bezig gaan. Hier is nog wel één belangrijke regel. De voortvluchtige mag nooit twee keer over hetzelfde vakje bewegen. Dus elk coördinaat kan hij maar één keer bezoeken. We hadden gezegd dat we hier beginnen. Vakje H25. Nou, dan kan ik even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is mijn eerste beurt. Boop. En dan kan ik nog een keer 1, 2, 3, 4, 5. En dat is mijn tweede beurt. Dan heb ik twee beurten gedaan als voortvluchtige. Uiteraard, nu zien jullie precies wat ik doe, maar dat ga ik natuurlijk echt nooit laten zien. En dan gaan we gewoon door met dat spel, maar dan krijgen de jagers ook beurt. Aan het begin van elke ronde laat de voortvluchtige zien waar hij zich op dat moment bevindt. En dan gaan we beide 5 acties uitvoeren. 5 acties voor de voortvluchtige en 5 acties voor het jachtteam. En dat doen we tegelijkertijd. Ik ga hier als voortvluchtige zitten knutselen. Van joh, wat kan ik doen? Ze weten natuurlijk dat ik hier naartoe ben gegaan. Nou, ben benieuwd wat ze gaan doen. Je kunt niet zomaar door het gras heen. Dat is een reden waarom dat een ander kleurtje heeft. Nou, ik kan, ze kunnen verwachten dat ik hier naartoe ga. Maar dan zit ik misschien een hoekje of ik pak het vliegtuig. Je ziet dat deze vliegveldvakjes ook verbonden zijn met de spoorlijn. Dus die kun je ook gebruiken voor als een treinstation. Dus die hebben een dubbele functie. Maar ik ga proberen natuurlijk om zo lang mogelijk uit handen van die nare jagers te blijven. En misschien doe ik dat wel door 1, 2, 3, 4, 5 stapjes te lopen. En nog een klein lusje maken. Kijken of ze dat doen. Of je kunt natuurlijk alle kanten op. Maar kijken of ik ze een beetje om de spreekwoordelijke tuin kan leiden. Het jachtteam heeft ook 5 acties en die moeten, zeker als er meerdere spelers zijn, samen met elkaar gaan bepalen wat zij mogen doen. Wat voor acties hebben zij? Zij kunnen ook gewoon lopen, alleen zij lopen met een bus en een bus loopt iets sneller. Dus één actie levert 2 verplaatsingspunten op met de bus. Daarnaast, als zij zich op de snelweg bevinden, kunnen zij voor 1 actie naar het volgende witte puntje. En zij hebben niet de beperking dat ze dat maar 1 keer mogen doen, dus zij kunnen gewoon per actie van het ene witte puntje naar het andere witte puntje over de snelweg verplaatsen. Dat zijn eigenlijk de hoofdverplaatsacties die het jachtteam heeft. Ofwel gewoon rijden met de bus, of via de vakjes, of via de snelweg. Alle andere acties die ze willen doen, die komen voort uit de verschillende kaarten. Daar staat ook allemaal dat plusje op vermeld. En die geven weer bijzondere acties. Die geven mij bijvoorbeeld een jagerverplaatsing. Dat wil zeggen dat ik een jager uit de auto kan zetten en 2 vakjes mag laten wandelen. Daarna blijft hij stilstaan en heb ik meer jagerkaarten nodig om ze opnieuw te gaan verplaatsen. Ik heb kaarten waarmee ik die jagers via de trein kan laten reizen. Net zoals de voortvluchtige dat kan. Er zitten kaarten bij waarbij ik een helikopter mag gebruiken als ik een jager op het bord heb. Net zoals de voortvluchtige. Alleen mijn beperking zit niet in dat ik het maar 1 keer mag doen. Mijn beperking zit hem in het feit dat ik die kaart moet hebben om het te kunnen doen. En ook nog een paar speciale kaarten die mij helpen met het vangen van de voortvluchtige. Ik moet ofwel met een jager
ofwel met mijn bus op het vakje eindigen, waar ook de voortvluchtige staat. Dan kan ik hem arresteren en dan winnen wij als jagers het team. Dus daar moet ik vrij specifiek in zijn. Maar als jachtteam heb ik diverse middelen om mezelf daarbij te helpen. Ik kan drones inzetten. Dan moet ik van tevoren beslissen of ik dat dus bij een jager doe of bij de bus. Vandaar dat je dus tegelijkertijd aan het communiceren bent, maar het liefst niet te veel van elkaar moet horen, want dit zijn strategieën die je moet bespreken. In plaats van dat ik dan op het vakje moet staan van de voortvluchtige, houd ik hem ook aan als hij op een van de aangrenzende vakjes staat. Dus als ik dan in de buurt ben, dan kan ik dat doen. Maar ik moet dus, die kaart leg je gewoon als jachtteam leg je neer. Je doet gewoon je stapjes, eventuele bijzondere verplaatsingen van jagers. Maar dit soort speciale acties, die leg je neer en die handel je pas af als de voortvluchtige zijn of haar locatie daadwerkelijk heeft vermeld. Want dat maakt wel eventjes wat uit. En je kunt de voortvluchtige bepaalde beperkingen opleggen. In dit geval is het de stadswacht. Dat wil zeggen, de volgende beurt mag de voortvluchtige aan het einde van de ronde niet eindigen in de bebouwde kom. Dat zijn al deze zwarte vakjes. Nou vind ik dat op dit moment niet zo erg, want ik heb hier nog wat ruimte om te spelen. Maar dat kan soms best vervelend zijn. Dus je mag er wel doorheen reizen, maar je mag er niet eindigen. En zo heb je die ook voor aangrenzend aan water enzovoort enzovoort. Aan het einde van elke ronde vult de jager zijn hand weer aan, zodat hij weer de starthoeveelheid kaarten heeft. Ik heb in dit voorbeeld natuurlijk wel exorbitant veel kaarten gespeeld, maar voor het voorbeeld. En dan gaan we de volgende ronde in. Dus weer een ronde overleefd. En de voortvluchtige en de jagers gaan weer verder met het spel. De voortvluchtige heeft nog één geheim wapen, offline. Normaal gesproken aan het einde van een ronde, of aan het begin van een ronde, moet hij bekendmaken waar hij op dat moment is. Gebruikt hij zijn offline, kan die één keer doen per spel, dan hoeft hij dat niet te doen. Dus dan heb je een ronde extra respijt en dan weten de jagers even niet wat je allemaal aan het uitvreten bent. En dan kun je hele leuke trucjes mee uithalen. En zo ga je door tot de voortvluchtige uiteindelijk aan het einde van de 25e ronde nog steeds niet gevangen is. Dan heeft die gewonnen. Of als het jachtteam erin slaagt om op het vakje van de voortvluchtige te eindigen met ofwel de bus ofwel een jager, of middelen inzetten waardoor hun daadkracht vergroot wordt en ze dus de voortvluchtige weten te vangen. En als dat gebeurt, winnen de jagers. En zo wordt het spel gespeeld. Het jachtseizoen is natuurlijk een variant op het klassieke Mr. X of Spectre Ops, Brieven van Whitechapel, waarin één speler de voortvluchtige rol aanneemt en probeert uit handen te blijven van de andere spelers. En in dit geval is dat niet anders, maar wat ze leuk hebben gedaan is, ze hebben er net weer wat andere twists aangegeven. Wat ik heel erg sterk vind is dat je een heel eigen bord krijgt met whiteboard marker, om lekker op te clearen als voortvluchtige. Je krijgt beperkte mogelijkheden en daar probeer je zo slim mogelijk mee om te gaan om het jachtteam 25 beurten een rat voor ogen te laten draaien. En dat is zowel spannend als uitdagend. En dat blijft een spel wat ik zelf persoonlijk altijd erg vermakelijk vind. Kun je iemand te slim af zijn? Kun je mensen een soort van in de val lokken? Of hebben ze door wat voor guitenstreken je aan het uithalen bent en snijden ze je de pas af? En soms wordt dat heel erg warm. Dan staan ze echt soms echt één of twee vakjes naast je. En dan hoop je dat ze geen drones de lucht insturen, zodat je toch weer een ronde verder kan gaan. Super vermakelijk, best lastig soms als je jezelf in een hoekje hebt geschilderd. En wat ik ook tof vind is dat het gecombineerd is met een snake element. Dus je mag dezelfde vakjes niet nog een keertje aandoen. En dat maakt het best wel uitdagend. Aan de andere kant, de jagers zijn ook beperkt. In die andere spellen heb je meestal meerdere units die je over het bord kan verspreiden. Hier heb je in principe alleen je bus. Je kunt inderdaad jagers eruit zetten. Maar dat betekent dus dat dat ten koste gaat van je bus. Jagers bewegen langzamer. Het is in dat opzicht redelijk gebalanceerd. En het is voor beide teams uitdagend. En vooral is het belangrijk om goed in de gaten te houden van wat is de voortvluchtig aan het doen en hoe kunnen we daarop anticiperen? Waar zou die naartoe gaan en kunnen we dat afsnijden? Ja, en dat is natuurlijk het dubbelspel wat je als voortvluchtige speelt. Je gaat hopen dat ze denken dat je
A doet en dan lekker B doen, zodat ze met z'n allen de verkeerde kant op gaan. En dat lukt soms en dat is juichen en dat mislukt soms en dan juicht het andere team. Maar dat alles bij elkaar maakt het jachtseizoen gewoon tot een gedegen Mr. X variant. Ik vind hem vernieuwend genoeg, omdat je dus hier tegelijkertijd aan het spelen bent. Het is ook echt handig om een stukje verderop te gaan zitten, zodat je niet hoort wat het jachtteam aan het doen is. Als daar meerdere spelers in zitten, vooral wordt natuurlijk overlegd welke opties hebben we. Dan moeten de jagers ook om de beurt een actie uitvoeren. Dus als één iemand een goede hand heeft en de andere minder, dan zul je nog steeds met elkaar de acties moeten verdelen. En dat zorgt ervoor dat je een beetje beperkt wordt als jachtteam, maar dat je dus ook samen moet gaan werken onderling om de voortvluchter te vervangen. Maar je gaat dus allebei tegelijkertijd je 5 acties doen en dan gaat de voortvluchter zeggen: ik ben nu hier. Dan laat jij zien of je nog speciale acties hebt uitgespeeld voor de volgende ronde in de vorm van beperkingen waar die niet mag komen. Of je hebt drones ingezet waardoor je makkelijker iemand kan vangen en dan ga je weer beide door met de volgende ronde. En de rondes gaan ook lekker soepel snel. En verder is het ook uitdagend voor zowel de voortvluchtig als het jachtteam. Voortvluchtig heeft het best wel tricky, vooral door dus de beperking dat je niet op hetzelfde vakje terug mag komen. Zul je soms gedwongen worden om bijzondere routes te nemen. Mijn tip: je speciale eigenschappen, dus de treinen, vliegtuig of boot en je offline, zet die echt pas in als het niet anders kan. Want die ga je gewoon nodig hebben, zeker naarmate je verder naar het einde komt. En als je die in het begin gelijk al weggooit, ja, dan maak je het eigenlijk de jagers heel simpel. Want die bewegen sneller en zijn er meer. Dus daar kun je eigenlijk niet tegenop als jij steeds maar één stapje mag zetten. Zeker als ze ook nog beperkingen gaan opleggen. Maar speel het slim genoeg en dan weet je vast wel te ontsnappen. En om die redenen vind ik het jachtseizoen een goede variant op het bekende mechanisme. Met toch genoeg eigen mechanics en opties om het toch weer wat anders te maken. Met name de combinatie van het snake model, dus je mag niet over je eigen pad heen, is een fijne of eigenlijk een minder fijne uitdaging voor de voortvluchtige, maar daartegenover de beperking van een paar pionnetjes over een heel groot bord voor de jagers maakt het ook niet veel makkelijker. En de verschillende opties die je hebt zijn dan ook net weer even leuk om mee te gaan spelen. En het is om die reden dat ik het jachtseizoen een goed spel vind en daarom ook een 7 heb gegeven. Zolder.